hoe het voelt om ADHD te hebben. Oeh, vermoeiend. Alles aan het overanalyseren, heel erg aan het piekeren. Frustratie en ja, boos zijn op jezelf. En er ook verdrietig van worden dat dingen constant anders gaan dan dat je wil. Mensen weten het dan wel, maar ze nemen het je voor mijn gevoel alsnog wel kwalijk als je dan langzamer doet over dingen of gewoon weer te laat bent. Of... Ik word er gewoon zo soort van beklemmend van en angstig. En dan ben ik bang dat ik niet kan voldoen aan wat mensen van mij verwachten. Ja. Ja, dat soort dingen heb ik altijd. Ja. Leuk. Belt hij extra goed? Erg leuk. Hij belt extra goed. Ja, kan je dit gewoon bekijken? Ik maak hier even een stapeltje, dat we dat dan straks samen even... Ja. Ja. Dat ben jij, hè? Toch? Ja, dat ben ik. Ja. Ach, kijk nou, met zijn vingertje. Je stopt jouw vingertje in zo'n mond. Ja, ging ik jou voor het eerst ontmoeten, denk ik. Ach, god, ja, enig. Wat voor kind was ik? Jij? Dat nog? Ja. Ja, hoe noem je dat nou? Wat voor een kind? Een leuk, makkelijk? Je was niet bijzonder druk als kind. Ik zie geen ADHD. Want jij kan ook heel rustig zijn. ADHD-mensen heb ik het gevoel van constant... Nou, je rennen door de klas of zo. Nou, nee, niet rennen door de klas, maar het blijft eeuwig bruis, het is nooit rust. Maar ik voel wel vaak diezelfde chaos in mijn hoofd. In je hoofd, ja. Ja, dus die drukte. Ja. Zal ik een lijstje met wat symptomen erbij pakken? Dat nou, maar wat is dat? Okay. Hier staat een beetje wat is diagnose ADHD. Ja. En dan hebben ze hier wat positieve dingen opgeschreven. Ja. En hier zijn dan de dingen waar je last van kan hebben. Oh ja. Dus snel afgeleid, intern of extern. Dus of afgeleid door je eigen gedachten. Of afgeleid door, door buiten dingen om je heen. Prikkels om je heen. Ja. Geen overzicht door te laat komen. Of schulden die oplopen. Dat je slecht met geld omgaat. Of impulsief iets koopt. Of slechte planning en organisatie. Dat geloof ik wel eerder. Ja, opa ging me altijd helpen als ik weer... Ja, ik denk wel dat je eerder... Kwam je bij de kleuters halen en dan was ik weer mijn drinkweek. Ja, dat is wat kwijt was. Elke dat woensdag. Dat geloof ik wel. Ja, dat hoort bij je. Mm-hmm. Dan ben je pas compleet. Dus je moet jezelf ook accepteren zoals je bent. En zo ben je goed. Zo moet je jezelf zien. Maar soms zien. Is dat ook moeilijk als je... Steeds maar tegen dingen aanloopt. Steeds maar belangrijke dingen niet lukken. Als je steeds maar weer je sleutel vergeet of je afspraak vergeet. Of zo rommelig bent in je hoofd. Als ik met jou ben, gaat natuurlijk alles heel gezellig en goed. Maar wat ik verder moet proberen is ook zorgen dat ik een studie kan doen en een werk afkrijg. En daar loop ik wel vaak vast. Dus dat zijn wel problemen die ik op moet lossen, toch? Ja, maar moet je horen, studeer je dan te weinig? Dat je dan zo rommelig bent dat... Dat weet ik dus niet. Dat weet je niet? Nou ja, vroeger studeerde ik wel genoeg, denk ik. Ik ging hele nachten door.
Ja, dat is ook weer niet goed natuurlijk. Nee. Hele nacht doorgaan. Nee. Ja. Ik heb niet een antwoord op waarom het niet lukte. Het is uiteindelijk wel gelukt, maar het duurde wel heel lang. Ja. De grootste misvatting van ADD is echt 100% dat mensen altijd druk zijn en altijd heel hyper en vrolijk zijn. Dat. Terwijl, dat is gewoon niet zo. Of die kan zich niet zo goed concentreren en is onrustig. Maar er komt wel meer bij kijken dan dat. Mijn gezin is, wij zijn met z'n vijven en ik heb een zus en een zusje. En zij, iedereen is gewoon super stabiel, altijd al geweest. En ik was wel altijd degene die dingetjes had, zeg maar. Woede-uitbarstingen had ik echt vroeger. En ook soort van dat ik mijn eigen emoties niet meer snapte. En dat reageerde je dan maar af. Ik had altijd wel het gevoel van, ik kan meer uit mezelf halen. En waarom lukt dat niet? Ik liep gewoon heel vaak achter de feiten aan. Of ik was dingen kwijt. Gewoon allemaal een soort van, ja. Gewoon, ik kan me gewoon heel veel dingen herinneren. Gewoon kleine taakjes die ik gewoon niet zelfstandig kon doen. Frustreert dat je? Ja. Heel erg frustreert me dat, ja. Mijn schoolwerk is er nooit de dupe van geweest, zeg maar. In andermans ogen, want ik heb heel hard moeten werken om alles gewoon goed te moeten doen. Maar dat waren gewoon allemaal maniertjes die ik mezelf heb aangeleerd. Ik kwam best wel lang gewoon helemaal mee met de stroom. En pas later liep ik vast met bepaalde taken. En dat ik echt dacht, shit, waarom stel ik alles uit? Waarom ben ik constant dingen kwijt? Waarom kom ik mijn eigen beloftes niet na? Maar ik denk dat de buitenwereld dat gewoon niet altijd heeft gezien. Dat je er bent. Wat is de reden dat je hier bent vandaag? Ik heb best wel kort geleden gehoord een diagnose gekregen. Gehoord dat ik dus ADHD heb. Ja. Ja. Hoe is dat gegaan? Het heeft wel veel veranderd. Eigenlijk alles waar ik ben tegenaan gelopen, in ieder geval de afgelopen 7 jaar, ja. Heeft ermee te maken. Kom ik langzaamaan achter. Dat is ook wel heel vreemd. Omdat je al die tijd die losse dingen had waar jij niet goed mee om kan gaan. En nu blijkt ineens dat dat één pakket is. En dat het allemaal komt omdat je een tekort aan dopamine hebt en anders bedraad bent. Ik heb uiteindelijk VWO gehaald door middel van die staatsexamens. Mm-hmm. En allemaal in stapjes en blokjes. Ik heb uiteindelijk eigenlijk 3 jaar lang examens gehad. Welke opleiding wil je gaan doen? Ik heb nu aangemeld voor psychologie. Hmm. Ja. Oh, interessant. Ja. Al weet je, ja. Ja. Ik vind het ook wel eng om dat zo uit te spreken, want als ik nu 15e hoor dat ik niet ben toegelaten, dan kan ik deze studie ook niet doen, want dit is mijn tweede poging. Mm. En dat is ook de laatste. Ja, want je bent er nu eigenlijk relatief net achter. Ja. Sinds heel kort. Ja, dat klopt. Wat deed het met jou toen je die diagnose, toen je te horen kreeg? Deels opluchting, maar deels ook veel vragen van waarom... Als ik al zeker vanaf mijn 12e er eigenlijk dagelijks tegenaan ben gelopen, waarom was dat dan nooit eerder achterna gegaan? Waarom is het niet gezien? Ik bedoel, mijn broertje heeft het ook, mijn ouders hebben het nooit bij mij gezien. Wat volgens mij ook meespeelt, dat vrouwen pas of minder en vaak pas later gediagnosticeerd worden, is ook omdat vrouwen geneigd zijn het in zichzelf op te lossen. Ja. Die verantwoordelijkheid heel erg bij zichzelf te leggen. Dus de problemen zijn mijn vrouw wat meer intern en mijn mannen wat meer extern. Ja. Zo hoor. Ja. Ja. En dat hoor ik eigenlijk bij jou ook terug. Die kenmerken die jij hebt,
die vielen eigenlijk niet zo heel, heel erg op. Die waren eigenlijk niet storend genoeg of niet, zeg maar, erg genoeg dat je eerder al voor een diagnose ging. Nou, zo zou ik het niet stellen. Nee? Ik heb al meerdere keren aangeklopt voor hulp ook. Maar ja, als 14-jarige moet je dan verwachten dat een kind zelf hier achteraan gaat, of hoop je dat een docent dat misschien ook kan zien? Ja. Ja. Weet je van beide? Misschien. Ja. Hoe het voelt om ADHD te hebben. Vermoeiend. Echt vermoeiend, ja. Ik vind het ook zo lastig om aan mensen uit te leggen. Je hebt gewoon constant onrust. Alles aan het overanalyseren, heel erg aan het piekeren. Die blokkade die je voelt als je probeert na te denken heel diep over iets en je bent heel moe, dat zal iedereen ook wel herkennen. Als je heel moe bent en probeert na te denken over een moeilijke opdracht of zo, of over iets, dat je dan soms gewoon echt zit van, dat het ineens zo helemaal blank gaat in je hoofd en dat je gewoon niet verder komt in gedachten. Dat is eigenlijk een, zeg maar, uitzondering op de regel als dat niet zo is bij mij, denk ik. Frustratie en boos zijn op jezelf. En er ook verdrietig van worden dat dingen constant anders gaan dan dat je wil. En dat weet ik weet niet. Ik heb het gevoel dat mensen dat ze vaak weten. Dat mensen die springen en dansen daarna ook heel erg in zak en as kunnen zitten, zeg maar. Bij mij is somberheid wel een groot deel die, denk ik... bij mij is somberheid denk ik gewoon een groot deel die ook veroorzaakt wordt door ADHD, zeker. Ik denk dat het een gevolg is van niet mee kunnen komen, maar ook van je onbegrepen voelen. Mensen weten het dan wel, maar ze nemen het je voor mijn gevoel alsnog wel kwalijk als je dan langzamer doet over dingen of gewoon weer te laat bent of... Ik word er gewoon zo soort van beklemmend van en angstig. En dan ben ik bang dat ik niet kan voldoen aan wat mensen van mij verwachten. Omdat je gewoon zo gewend ook bent dat mensen zich irriteren aan het feit dat je niet alles meteen door hebt of gefocust aan de slag kan en zo. En ja. Ja, ik liep wel vaak met spanning hier door het gebouw heen, ja. Ik weet niet of spanning het woord was, maar ja, hartslag omhoog. Gewoon helemaal misselijk van de zenuwen. En dat niet een keertje bij die ene moeilijke wiskundetoets, maar gewoon bij alles. Ja. Toen ik jong ben, allemaal geschreven ook op. Het zijn niet echt dagboeken, maar gewoon van die bullshit opgeschreven. Een soort van de dag doorkomen was soms wel zo moeilijk. Ja. Dan terug tot... Ik vergeet ook eigenlijk dat ik helemaal niet zo lang geleden nog wel echt kloten ging eigenlijk. Als in dit 2 jaar geleden. En gewoon weer dan inderdaad een beetje dingen te zoeken. Schrijf dus, ik vind de wereld heel mooi, maar mezelf er niet in of zo. Dus ik vond het gewoon... Ja, het was niet zo van, ik was niet boos op de wereld, ik was vooral heel erg boos op mezelf. Dat onbezorgde van jong zijn heb ik weinig gehad. Ja, en ook wel dat je jezelf niet kon veroorloven om scheid te hebben aan alles. Waar een jongere dat een beetje hoort soms bij jong zijn en bij puberen, dat kon ik mezelf niet voorlopen. Want als je al zoveel fout doet, als je dan over de dingen die wel goed gaat, scheid gaat hebben over, ja. Dat kan je eigenlijk niet meer maken of zo. Als je elke dag hebt afgevraagd hoe ga ik ooit mijn diploma halen, op het moment dat je dan je diploma hebt, ga je heel erg zorgen maken over het studeren daarna. Ja, want ik weet niet of ik het ga halen en ik weet eigenlijk ook wel dat het niet ineens heel makkelijk zal gaan of heel soepel zal gaan. Het enige is dat ik zeker weet dat ik het toch wil proberen.
575. Place offered. Is dat goed? Hey. Hey, ik denk dat ik binnen ben. Welk nummer ben je? 575. Dan ben je binnen. Ja, dat is wel laag, maar ik denk het wel. Er staat accept place, dus... Pak je. Ik weet ook niet wie ik kan storen hiermee. Ik denk dat ik binnen ben, bij Rotterdam. Binnen? Met de studie. Studie? Ja. Nee, echt? Ja, godverdomme. Ja. Oh my god. Wat chill. Echt, ben je binnen? Ja, ik denk het wel, ja. Ik ben heel trots op jou. Ben je blij? Ja, best wel, denk ik. Ja. Ik vind het toch een beetje zo van, hè? Ik ben enthousiaster dan jij. Ja. Maar... Ja, ik dacht gewoon echt dat het me niet ging lukken. En ook wel, er komen nu wel heel veel nieuwe vragen ook op. Want ik bedoel, het is leuk dat ik binnen ben. Maar BSA in Rotterdam is echt hoog. Van, kan ik dat wel halen? En moet ik dat überhaupt wel gaan doen? Of gewoon iets makkelijkers? Tuurlijk ga je het halen. Nou, tuurlijk is het niet heel vanzelfsprekend bij mij. Maar dat ik ga het in ieder geval proberen. Ja, zeker. Zeker. Ja. En wel cool dat ik het nu gewoon ook mag proberen wat ik wil doen. Oh, ik dacht echt niet dat ik ooit ging studeren. Ik dacht, dit gaat er niet meer gebeuren. Ik ben binnen. Godverdomme. Dat is echt nice. Fuck. Ik vind het fijn dat ik weet dat ik ADHD heb, maar ik heb nog niet precies gevonden waarom ik dat fijn vind, zeg maar. Ja, het heeft wel geholpen, denk ik, op die manier dat ik ook nu meer gewoon tools aangereikt heb gekregen. Mensen hebben mij heel veel aangeboden. Van dit kan je doen en dat kan je doen. Maar ik denk heel erg van, je hebt allemaal van die verschillende jassen die je kan pakken van die kapstok. En soort van, de ene jas past wel en de andere niet. En voor mij, ik heb zeg maar de passende jas nog niet gevonden. Ik weet niet of dit een soort van domme metafoor is, maar dat, ik weet niet. Zo zie ik dat een beetje. Ik moet nog een paar jassen passen, denk ik. Vroeger dacht ik vaak van, voelde ik me alleen. Van, ben ik de enige die dit heeft of die op deze manier zo chaotisch kan zijn? En ik denk dat ik wel meer rust had kunnen vinden als ik eerder wist waar dat vandaan kwam. Ik ben nog steeds wel heel erg zoekende. Als in, ik vind het... Ik zeg altijd dat mijn doel een beetje is van, ik zou zo graag wat makkelijker willen leven, gewoon. Iedereen krijgt nu een etiketje en ik snap ook, het is niet voor alles goed, maar zo'n diagnose brengt sommige mensen wel echt verder en sommige mensen hebben wel echt die erkenning nodig en de hulp ook die daarbij komt kijken. Ik zou het wel heel fijn vinden als ik over een paar jaar kan zeggen dat ik het gewoon gevonden heb of zo. Maar het blijft wel gewoon... Zeg maar, je kan het nu wel uitleggen aan mensen, maar je voelt je toch nooit echt begrepen of zo. Ik vind het dan ook altijd echt een verademing om met iemand te praten die in hetzelfde schuitje zit. Omdat het gewoon zoveel herkenning altijd meteen is. En zoveel... En dat vind ik ook heel geruststellend of zo. Maar iets helemaal klaarleggen mee te nemen, weet je wel. En ik begin het weer aan. Juist als je 10 keer herhaalt in je hoofd.
dat moet niet vergeten. Dat moet niet vergeten. Yeah. Ik heb hem bij me. Dan. Yep, altijd. Ik heb jou altijd met mee. Hebben jullie nooit dat je wegfiets en je denkt van, ik weet dat ik nu iets vergeet, maar ik weet niet wel. Ik weet niet wel. En dan 10 minuten ben ik daar en zeg ik ja, want ik leg dus elke dag mijn kleren klaar, ook op volgorde, dat ik eerst mijn ging pakken. Maar misschien heb je dat soort dingen ook allemaal zo even afgebeeld aan jezelf. Ja, want die wil ik zo graag aanleren. Ik heb dat aangeleerd gekregen. En dat is dus ook wel weer dat ik die trucjes had aangeleerd en mensen dus ook niet vonden dat ik, weet je wel, dat dingen onzichtbaar worden is altijd een beetje gevaarlijk. Ja, dat. Ja, dat.